Voor de normering van de ISO 9001 moet je onder andere een bedrijfshandboek en een personeelshandboek maken. Dit hebben wij helemaal uitgewerkt bij ons op de site, waaraan zo'n handboek moet voldoen. Maar heel veel processen die erin staan, die gaan eigenlijk gepaard met de processen die we ontwikkelen voor het indekken van de veiligheid met betrekking tot de activiteiten en de installaties die vinden we terug. Denk aan materiaalbeheer, denk aan keuzes van hoe je de activiteiten begeleidt en uiteindelijk ook hoe je de installateurs opleidt. Nou, personeelshandboek gaat met name ook over een stukje beloningen, contracten, afspraken die je maakt met jouw personeel. Daar moet je even verder dus uitwerken. Dat is één extraatje wat erbij komt naast het organiseren, het veilig organiseren van de activiteiten. Als je het personeelshandboek compleet hebt en bedrijfshandboek compleet hebt, daarna ga je met andere processen uiteindelijk zeggen. Ik heb als laatste stap heb ik dat opgenomen, omdat we eigenlijk het belangrijkste is om eerst de activiteiten goed uit te werken en dan kun je ook makkelijk die koppeling maken binnen je bedrijfshandboek en je personeelshandboek, hoe je dat hebt georganiseerd. Dus doorloop de stappen die hier op staan voor het samenstellen van KMS of een VMS systeem en je zult uiteindelijk het plaatje helemaal compleet hebben. Voordat je de stappen gaat doen, maak eerst de interne audit. De interne auditformulier vind je hier bij ons op de site, ook op deze pagina. Vul deze zo compleet mogelijk in en dan zie je voor jezelf wat je nog eigenlijk voornamelijk moet uitwerken. Nou, kan het zo zijn dat als je een audit krijgt, dat bepaalde producten nog niet voldoende zijn, dat je die beter moet uitwerken. Alleen alle producten, die als voorbeeld staan bij ons op de website, daar kun je vanuit gaan goede producten zijn en die je eventueel op jouw manier kunt aanvullen. Een KMS of VMS systeem wat je al hanteert binnen je bedrijf en je denkt je bent er al klaar voor, dan kan zo'n certificering gelijk klaar vinden. Je hoeft niet de documentatie te gebruiken van ons systeem of wat wij hebben ontwikkeld. Het kan ook zijn dat je een prachtig software systeem hebt waar alles al in staat. Dan doorlopen we dat en dan kan ik ook een ISO 9001 normering afgeven. Goed.